Welkom allemaal bij de eerste aflevering van de serie God bestaat. In de volgende 3 afleveringen ga ik elke keer 1 argument presenteren dat God überhaupt wel bestaat. En in deze aflevering gaan we het hebben over het kosmologische argument. Al deze 3 afleveringen zullen dus in een teken staan en gaan we specifiek kijken naar het universum en waarom het universum zou moeten bestaan en waarom God de oorzaak is dat het universum bestaat. Voordat ik in dit argument inga, wil ik eerst samen met jullie kijken naar wat God eigenlijk betekent, wat de definitie is van het concept God. En dit ga ik doen middels een paar versen uit de Bijbel en vervolgens gaan we kijken of deze versen ook daadwerkelijk kloppen. In Psalm 90 bijvoorbeeld staat dat God oneindig is. Psalm 139 staat dat hij alomtegenwoordig is. Dat hij een geest is en immaterieel, zoals in Johannes 4 staat. Hij is alwetend, ook in Psalm 139, almachtig en genezend. Hij is de standaard van goed, in Romeinen 9 staat dat. Hij is de maker en onderhouder van alles, in Romeinen 11 en in Psalm 90. We gaan niet naar al deze punten kijken, maar in de volgende 3 afleveringen gaan we wel alle 3 de punten langs en gaan we kijken of het klopt wat de Bijbel zegt over God. In deze aflevering gaan we stilstaan bij het punt dat God oneindig, immaterieel en almachtig is. En dat ga ik doen dus aan de hand van het kosmologische argument. En dit argument veronderstelt dat alles wat een begin heeft, moet ook een oorzaak hebben van zijn begin. Want als dat niet zo was, waarom ontstond er niet altijd dingen uit het niets? Waarom ontstond hier niet zomaar een pizza? Waarom ontstond hier niet zomaar een kledingstuk bijvoorbeeld? Dus alles wat ooit een begin heeft gehad, moet een oorzaak hebben. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar een maaltijd, dat er moet een oorzaak zijn voor dat die maaltijd is gekomen, namelijk de kok. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een schilderij, moet een oorzaak zijn dat die schilderij er is. Bijvoorbeeld dus een schilder. En volgens dit argument en volgens de wetenschap heeft het universum ook ooit een begin gehad. En zoals ik net liet zien, als iets een begin heeft, moet het ook een oorzaak hebben van zijn begin. Oké, kunnen wij dus bewijzen dat het universum een begin heeft? Jazeker. Wetenschappers in de 20e eeuw zijn tot de conclusie gekomen dat de energie die uit het universum uitstraalt ook op een gegeven moment opraakt. Niet alleen dat, ook toen er werd gekeken door Hubble in 1929, toen hij keek uit het universum, zag hij dat het universum ook steeds meer uitdijt. En deze 2 veronderstellingen komen tot de conclusie dat er ooit een begin is geweest. Waarom? Denk daar bijvoorbeeld aan een ballon. Als je een ballon opblaast, wordt die steeds groter. Zoals het universum uitdijt. Maar als iets met de tijd groter wordt, dat betekent als je ver genoeg gaat in de tijd, dat die ooit heel erg klein was. En dat heel erg klein zijn, dat noemen we de Big Bang. De Big Bang is de oorzaak of is het moment waarin het universum is ontstaan. Want, nogmaals, als je met de tijd groter wordt, als je dan ook met de tijd teruggaat, was het op een gegeven moment klein en was het op een gegeven moment niet. Dus er was op een gegeven moment niets en toen was er wel iets, door de Big Bang. En dat was het begin, het wetenschappelijk onderbouwde begin van het universum. Het begin van het universum was het begin dat ook het concept van tijd, ruimte en materie was. En als er ooit een begin was aan die 3 concepten, dan kan het niet zo zijn dat het universum bijvoorbeeld zichzelf heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een programma waarop een computer draait, kan op een gegeven moment niet zichzelf maken. Een computer kan geen computer maken. Waarom zeg ik dit of waarom is dit belangrijk? Namelijk dat als een computer niet zichzelf kan maken, dan moet er iets anders zijn tegenovergesteld aan een computer dat wel een computer kan maken. Dus in het geval van het universum, als tijd, ruimte en materie ooit een begin heeft gehad, dan moet de oorzaak van tijd, ruimte en materie tijdloos zijn, dus oneindig, moet die immaterieel zijn en moet die ruimteloos zijn. Wat is dan de oorzaak van het universum dat tijdloos is, oftewel oneindig, immaterieel is en ruimteloos? Nou, deze oorzaak noemen wij dus God. En dat is het kosmologische argument voor het bestaan van God. En zoals in Genesis 1:1 staat, in den beginne schiep God. En dit was het eerste argument voor het bestaan van God, het kosmologische argument.
In de volgende aflevering gaan we kijken naar teleologische argumenten voor het bestaan van God. Nog een keer samenvattend, wat hebben we vandaag besproken? We hebben gezien dat alles wat een begin heeft, heeft een oorzaak van zijn begin. Een maaltijd heeft een begin, een schilderij heeft een begin. Dus er moet iets anders zijn dat een oorzaak is dat het is begonnen. We hebben gezien dat het universum ooit in de tijd een begin heeft gehad. Namelijk doordat het steeds verder uitdijt en doordat het de energie op een gegeven moment opgaat. Dus op een gegeven moment was die energie heel veel als je teruggaat in de tijd. Dus het universum heeft een begin gehad, namelijk de Big Bang. En we hebben gezien dat dit begin tijdloos, immaterieel en ruimteloos is. Precies de punten die ook in de Bijbel staan, waarin wordt verteld wat de definitie van God is. Dus, dankjewel voor het kijken. Mocht je vragen hebben, laat het weten. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering.